Hallo iedereen en welkom bij aflevering 3 van Rood Eredivisie. En we gaan weer beginnen met onze Frank de Moesje, met Narsing en Wijnaldum. Want dat zijn tot dusver eigenlijk de enige Nederlanders die we hebben gekocht. Maar natuurlijk gaan wij gedurende deze aflevering nog veel meer andere spelers kopen. We gaan onze eerste wedstrijd en we komen op tegen Sandwell Town. En hij heeft wederom slechte chemistry, zo rond de 43 chemistry. En dat betekent dat het vaak best wel makkelijk een wedstrijd gaat worden. Maar hij had wel 5 mensen achterin en dat betekent dat hij volop de bus aan het parkeren was. Maar we openen wel in de 7e minuut te scoren met Niemeyer, onze Duitse spits die tot dusver best wel goed aan het doen is. Zoals ik al eerder had gezegd in aflevering 1. Maar ik had nog veel anders scoren in deze aflevering, maar niet voordat wij ook nog de 2-0 scoren. Want er zat achterin een klein beetje te klungelen en daarom kwam de bal recht in de voeten bij Bieler. En Bieler die schiet hem dus gewoon met een klein gelukje in de linker onderhoek. En ik zou eerlijk toegeven dat dat niet de bedoeling was, want ik wilde hem eigenlijk gewoon meteen op de slof nemen met de spits. Maar uiteindelijk resulteerde het in een goal, dus mij hoor je niet klagen. De rest van de wedstrijd had ik niet opgenomen. Het was een klein foutje van de PlayStation share knop en daardoor had ik dus de rest niet opgenomen. Maar in ieder geval, ik had de wedstrijd gewoon met 2-0 gewonnen, dus jullie hebben eigenlijk niks gemist. Wel weer goed nieuws, want binnenkort komt er dus een patch waardoor ik kan opnemen met mijn opneemding. Dus binnen een paar weken zal de kwaliteit een stuk beter zijn, want dan kan ik dus gewoon met een fatsoenlijk ding opnemen. En dat betekent ook dat ik dan met betere kwaliteit kan streamen, want VOD gaat dus over naar 27p. Dus gewoon naar full, of ja, niet full HD, maar het gaat in ieder geval over naar HD. Dus dan zal de kwaliteit nog beter zijn en over streamen gesproken. Ik ga proberen om dit weekend te streamen. Dus dan nog niet de 27p, maar wel iets wat daar heel dichtbij zit. Dus in ieder geval gewoon in prima kwaliteit. En ik hoop precies dezelfde kwaliteit als de vorige keer. En dat van de meeste mensen gewoon super goed. Alleen dat gaat later dus gewoon nog beter worden, dus kunnen we daar ook uitkijken. Maar we zitten aan onze tweede wedstrijd en komen hier op een 1-1 gelijkspel omdat hij hem best wel hard in de hoek schiet. De keeper komt er niet bij, want onze keeper is natuurlijk nog steeds een brons keeper die er niet heel veel van pakt. Maar daarna krijgen we wel nog een goal terug met Eduardo, want ik had eventjes een paar andere spelers laten rusten, onder andere de Moesje en Wijnaldum. Die begonnen een klein beetje moe te worden, want die waren natuurlijk volop aan het rennen en aangezien zij toch nog slechte chemistry had, liet ik ze maar gewoon een wedstrijdje rusten. Uiteindelijk krijgt hij wel een goal terug door een heel slechte touch van O'Shea en dat kost me dus de kop, want uiteindelijk resulteert het in een 2-2 gelijkspel. Dus dat was natuurlijk gewoon doodzonde, want de uitgangspositie in deze divisie is natuurlijk niet zo heel goed, want ik zit in divisie 10 en ik ben nog steeds niet gepromoveerd. En normaal als ik andere road to's doe bijvoorbeeld, dan ben ik eigenlijk al lang gepromoveerd. Maar nu zit het dus op 5 wedstrijden en ik ben nog niet eens een beetje gepromoveerd. En ik heb mijn team op een paar punten versterkt, zoals je kon zien, ik had Bakker gekocht en Pelle. Want heel veel mensen hadden tegen mij gezegd dat Pelle echt een beest is en ik noem hem niet van die soort Pelle en het beest. En daarom wilde ik hem dus per se in Ultimate Team proberen. En mensen zeiden tegen mij dat hij heel goed kon koppen, dus dat is precies wat ik ga proberen tegen deze tegenstander. Had weer om slechte chemistry, dus dat betekent dat het weer een redelijk makkelijke wedstrijd gaat worden. Maar hij opent hier wel de score met een speler waar ik nog nooit van had gehoord. Maar in ieder geval, hij had een best wel mooie paas me gegeven. En het NX schiet die er dus gewoon prima in. Maar daarna zie je dus eigenlijk gewoon overpowered kopbal technieken van Pelle. Want ja, ik heb hier eigenlijk geen woorden voor. Kijk naar die keeper, hoe slecht hij aan het keeper was. Maar Pelle komt er alsnog gewoon prima in. En uiteindelijk was het dus de 1-1. Maar je krijgt Frank de Moesje, krijgt wat ruimte. Kijk naar zijn denderende pace. Waarschijnlijk als ik hem op versneld had gezet, had hij waarschijnlijk nog bijgehouden kunnen worden door David Luiz. Maar hij schiet me wel hier heel prima in. Echt over de keeper heen. En uiteindelijk was het dus de 2-1. En de eerste goal van Frank de Moesje. En waarschijnlijk ook een van de weinigen die zal scoren in deze road 2. Want hij is echt slecht. Echt super slecht. Maar nogmaals, ik heb geen haat tegen de fans van hem. Maar op FIFA is hij niet zo heel goed. Maar hier zit dus nogmaals gewoon een overpowered kopkwaliteiten van Pelle die hier de 3-1 erin kopt. En uiteindelijk was het dus ook het eindresultaat. Dus een 3-1 overwinning. En dan gaan we nu over naar de laatste wedstrijd. En aan het einde van deze wedstrijd ga ik nog een paar spelers kopen. Maar we komen nu in deze wedstrijd op tegen Beast Boys. En hij heeft best wel een redelijk team. Hij heeft een paar Premier League spelers en redelijke chemistry. Maar zijn voorhoede is echt dodelijk. Uiteindelijk scoort hij dus ook de eerste goal via rebound met Lukaku was het volgens mij, als ik het goed had gelezen. In ieder geval, hij schiet 1-0 erin en uiteindelijk scoort hij zelfs nog de 2-0. Deze ook met Lukaku. En ik moet toch wel eerlijk aan hem geven dat deze echt fantastisch erin gelopt was. Kan ik niks van zeggen. Was echt prima goaltje. Dus patch af bij hem. In ieder geval waarschijnlijk ook dat helemaal verkeerd gezegd. Maar we gaan nu wel over naar een comeback. Want Pelle denkt, ik heb er genoeg van. Ik schiet hem eventjes volop in de rechterhoek. Onderbal voor de keeper. En die was echt prima ingeschoten. Dus kan ik niet wachten tot ik zijn inform ga halen. Want ik ga al zijn inform halen. Gezien hoe goed eigenlijk zijn normale versie is, kan ik niet wachten om zijn inform te halen. Want hij scoorde echt 2 minuten later, scoorde hij ook de 2-2. Dus hij was echt van een heel belangrijke rol. Hij speelde niet van een heel belangrijke rol in deze wedstrijd. Uiteindelijk scoorde hij hier zelfs ook zijn hat-trick, de 3-2, met een prachtig lopje. Nadat hij best wel prima aangespeeld was door de Moes, die dus alsnog wel een kleine rol kan vervullen als assistenman. En hier is Pelle nog lang niet klaar, want hier speelt hij zijn mannetje uit. En dit is gewoon een makkelijke finesse. Een speler met de kwaliteit van Pelle, die maakt zo'n kast natuurlijk gewoon altijd af. En hij scoort hier de 4-2. En dat was nog niet het slot.
gescoord, want dat komt ook nog weer van Pelle. Dus Pelle had deze wedstrijd gewoon 5 keer gescoord, wat natuurlijk gewoon een prima prestatie is van zijn kant. En ik kan natuurlijk niet wachten voor de prestaties die hij nog gaat leveren in de opkomende wedstrijden. Maar dit is dus het einde qua gameplay deel en dan gaan we nu over naar alle nieuwe transfers. Waarschijnlijk kan je wel verwachten welke spelers ik ga kopen, want ik moet natuurlijk een klein beetje kennis krijgen. Als eerst koop ik nog een PSV-speler en voordat iedereen gaat zeggen dat het een PSV-team gaat worden, dit doe ik puur iets voor chemistry. Aangezien ik bij Nalum ook iets op centerfold moet zetten en dan moet ik dus even een andere PSV-speler hebben, zodat hij alsnog op 8 chemistry komt. Dus ik koop hier Brian Ruiz, want een aantal zei ook tegen mij dat zijn dribbling heel goed was en dat over het algemeen een goede speler was. Maar ik kan ook een paar andere spelers kopen, dus voor de rest blijft het er eigenlijk bij volgens mij qua PSV-spelers die ik ga kopen. De enige speler die ik niet heb laten zien in deze aflevering die ik nog wel ga kopen is Verhoeven. Dat zal je zien in de volgende aflevering dat ik dus de baas genaamd Verhoeven ga kopen in de goal. Want jullie hadden hem heel vaak voorgesteld en natuurlijk daar ga ik die wens gewoon waarmaken. Uiteindelijk koop ik ook Jansen. Jansen is nu al gestopt met voetbal, dus dat is wel jammer. Maar op Ultimate Team is hij nu steeds echt een beest met 86 passing. En ik koop ook nog Christian Atsu. Ik wilde eerst eigenlijk Corona doen, omdat hij 5 sterren skill moest had. Maar ik had er net niet genoeg geld voor, dus die komt gewoon later als ik bijvoorbeeld een andere divisie heb gewonnen en dat ik dus wat meer coins heb. En als laatste koop ik ook nog Kongolo. Zijn broertje is nu over naar Man City, dus ik ben benieuwd hoe die gast allemaal voor elkaar gaat krijgen daar. Maar we kopen hier wel gewoon zijn grotere broer en die is op zich best wel beest. 72 pace, 80 heading en 65 defending. En hier zie je dan het team, hoe het uiteindelijk is geworden voor de volgende aflevering. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet de video natuurlijk niet te liken, want het helpt me enorm. Abonneer als je geabonneerd bent en dan weet je meteen wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. Ik heb ook altijd op de social media, de links in de beschrijving staan. En dan tot de volgende keer. En zoals ze Brabant zeggen, houdoe.